Yo, mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, DBGamer4. Vandaag heb ik weer een nieuwe Fortnite video voor jullie. En ja, hierbij heb ik weer een challenge voor mezelf bedacht. Deze challenge is waarschijnlijk al door andere mensen gedaan, want dit is de Visser's Loot Challenge. Ik mag alleen maar Visser's Loot gebruiken, dus ik moet gewoon bij een vissersplek landen, Visser's Loot gebruiken en dan, ja, proberen de game te winnen. Er zijn ook andere regels bij. Ik mag wel wapens van andere mensen oppakken als ik ze heb gekillt. Maar daarna mag ik geen loot meer uit andere kisten. Of ja, van die zeldzame kisten of zo. Of airdrops. Dat mag ik allemaal niet. Ik mag voor de rest wel gewoon ammo boxes. Want anders zou ik ammo loos worden. Dus ja, we gaan dat proberen. En ik zag ook iets heel leuks in de itemshop. We hebben hier één ding. We hebben hier twee dingen. We hebben hier heel veel meuk. We hebben iets wat lelijk is, we hebben iets wat lelijk is en iets wat mooi is. Nou, laten we het kopen. Nee, ik vond deze wel leuk. Die ga ik nu ook vaker gebruiken, want hij is een beetje een rainbow met ja, groene achterkant. En die gaan we natuurlijk gebruiken op allemaal. Even kijken, hoe ziet dat eruit bij de Scar. Wow, pretty cool. Pretty cool. Oeh, bij de Scar ziet het op zich wel sick uit. Bij de pump, oké. Okay. Minder. Ik vond hem bij de Scar mooier. Bij een SMG dan. Laten we eens kijken. Oké, cool. Sniper. Bij Sniper vind ik alle raps ook cool. Deze vind ik er ook cool op. Maar ik wil de groene thema een beetje aanhouden. Gewoon als er maar een beetje groen in zit en voor de rest rainbow is het prima. Yo, deze op Sniper is vet. I like it. Ja, die bewegende raps zijn wel wat cooler, dat weet ik. Maar deze vind ik ook wel cool. Nou, kijk, ik heb deze gekocht. Ik weet het. Ik moet hem nu wel aanzitten. Bandits kanon boeit me niet heel veel. Oké, ja, laten we het potje starten. En dan zie ik jullie zo in het potje. Tot zo. Ik had ook nog een vraagje aan jullie. Hebben jullie zin in de kanaalbeoordeelvideo? Als je daarin wil komen, dan moet je even naar mijn vorige infovideo kijken. Info over de 600 abonnees special. Als jij onder die video reactie achterlaat, ik wil erin, dan ga ik jouw kanaal ook beoordelen. Je moet video's hebben en je moet nog actief zijn met YouTube, anders beoordeel ik jouw kanaal niet. Je krijgt ook een linkje van jouw kanaal in de beschrijving, tenminste daar ga ik mijn best voor doen. En zo niet, dan zet ik er een reden bij waarom het niet lukte. Oké, let's go, we gaan weer verder met de video. Een plek waar vissers loot is, dat natuurlijk bij al deze plekjes eigenlijk wel. Ik spring er gewoon uit, denk ik. En ik ga gewoon een beetje bij het water landen. Daar. Dat is een goede plek. Daar zijn vast wel gewoon boten of zo. Waarschijnlijk wordt het hier ook druk omdat ik bij Lazy Lake zit. Maar kijk, daar heb ik een boot. Vishengels. Ik zoek een vishengel. Ik mag voor de rest wel ammo boxes openen natuurlijk. En ik mag wel ammo oppakken en healing. Maar voor de rest niet. Oké, ja, hier is een vishengel. Stoppie. Dat is mooi. Gewoon vishengels pakken en er vandoor gaan. Dat is gewoon het idee. En nu er gewoon vandoor gaan. Dat ga ik doen. Een rustige plekje zoeken waar ik even rustig kan vissen. Oh, kan ik ook meteen even mijn challenge voltooien? Dat kan ook. Wee! Kijk, dat is beter. Jezus, wat heb ik een XP. En dan ga ik gewoon hier even. Oh nee, hier is iemand. Kutzooi! Ja, dat is naar. Hij had ook gewoon al een blauwe rocket launcher. Ja, tuurlijk joh. Heel kut dit. Dit was natuurlijk het eerste potje. Dit was nog een beetje een uittestpotje. Dus ja. Nee, ik zie jullie ja, wel weer terug in de lobby. Tot. Ik heb wat gekregen. Dat boeit me niet heel veel. Ik denk sowieso gewoon, deze bus was al heel kut. Deze bus was alweer heel kut. Omdat, ja, hij ging al gewoon langs allemaal plekjes. En ik wil nou ook weer niet bij de drukste waterplek landen natuurlijk. Ik wil een beetje bij een wat rustiger plekje landen. En ik wou bij die plek gaan vissen op dat eilandje. En er zat blijkbaar iemand met alleen maar een rocket launcher. Dus dat is naar. We gaan het nog een keer proberen. En dan zie ik jullie zo terug in het, ja, potje. Tot zo. Weet je wat het bij mij ook gewoon was? Ik heb vandaag al een Minecraft video opgenomen.
Maar ik ga daarna, ik ga morgen ga ik Minecraft streamen. En in het weekend ga ik weer met kijkers Fortnite doen, hè? Dus ik dacht van, nou laat ik gewoon even, ja, misschien. Ik weet niet eens zeker of ik met kijkers Fortnite ga doen. Ga nu niet per se denken dat ik dat ga doen. Maar ik dacht gewoon, ja, ik heb gewoon zin om nog een Fortnite video op te nemen. En ja, Minecraft video en stream achter elkaar vind ik niet helemaal leuk. Dus ik ga er gewoon even een Fortnite videootje bij poppen. Die ik gewoon in de ochtend online gooi. Deze video neem ik in de avond op, maar ik gooi hem in de ochtend online. Ik denk dat ik hier naartoe ga eigenlijk. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat ik daar gewoon naartoe ga. Ik hoop echt als er mensen meegaan. Ik ga dit echt niet vaker dan 5 keer proberen, hoor. Dan ben ik er eigenlijk ook alweer zat van, want dit is eigenlijk gewoon echt een kut challenge, I know, maar moet toch content hebben en iets anders dan dit soort content kon ik niet echt bedenken. Ga gewoon niet naar de vissersplek. Dat is echt gewoon het ding. Ga niet naar de vissersplek in mijn geval. Ga gewoon ergens anders heen. Ga niet naar dit huis. Je mag de loot hebben, maar kill mij niet. Ik wil vissersloot. Kijk, hengel pakken. Weg hier. Welke kant op? Deze kant op. Oké, nu deze kant op, want ik wed dat hier weer iemand zit. Hier zit gegarandeerd weer iemand, dus ik ga gewoon even naar een wat meer afgelegen plek. In de hoop dat ik daar veilig ben. Oh ja, op zich, ik kan hier eigenlijk ook wel gaan, maar nee. Ik ga door, ga door. Oké, dit is al meteen beter. Hopelijk kan ik ook even wat loot pakken, überhaupt. Hier is ook gewoon letterlijk iemand. Weg hier. Weg. Oh god. Er zijn hier mensen. Dat vind ik niet heel chill. Ik wil rustig looten. Laat mij rustig vissen. Alsjeblieft. Dankjewel. Please. Geef maar gewoon loot. Vis. Oké. Oh, een ding. Daar kan ik mee gooien. Oké. Het is loot. Het is iets van een wapen. Het is iets. Geef mij meer. Een healing ding. Boeit me niet. Ik wil meer. Dit gaat toch totaal niet werken. Ook nog mensen, jongen. Ga weg. Hout. Fuck. Ammo, are you serious? Are you fucking serious? Geef mij gewoon een wapen of zo. Een vis, dat boeit me ook niet. Geef mij gewoon een wapen. Please. Oh, alsjeblieft. Slurpfish, healing ook goed. Zijn er gewoon nog steeds mensen, hè? Jezus. Nog een slurpfish. Oké. Geef mij gewoon iets anders. Please. Eindelijk een wapen. Oh mijn god, dat duurde zo lang. Een wapen. Oké. Doorvissen. Ik kan nog even doorvissen hier. Dat is weer een. Oh, bucket. Oké, die kan ik nog. Die kan ik gooien, natuurlijk. Chill, denk ik. Wood. Ik mag wel gewoon hout hakken, dat is het niet zozeer, maar gewoon nog even een ander wapen. Iets van een AR of zo. Ik heb al mensen gezien die echt gouden guns ziet uitkrijgen. En ik ben nu. Ga ik voor de eerste keer vissen en ik vind alleen maar dit soort troep. Huh. Oh, please. Kom op. Nee, het lukt echt niet. Oké, we gaan door. Het zou wat chill zijn als ik hier even. Nee, daar zit iemand. Rennen, er vandoor. Weg hier. Ik heb te slechte loot om de fight aan te gaan, dus ik ga de fight niet aan. Mijn reden. Te slechte loot, weg hier. Fight hier geweest. Oké, ik mag hier geen loot van pakken. Nog
steeds moet ik hier weg. Ik moet hier nog steeds weg. Dit wil ik eigenlijk vissen, maar dat ga ik niet doen. Wow. Die boot kan ook echt heel erg mijn redding zijn. Zo'n boot is echt chill om op dit moment te hebben. Nee, nee, nee. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Bij mij. Weg. Nee. 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 Opzouten. Opzouten. Schiet niet op mij. Ik ben er niet. Laat me met rust. Please. Alsjeblieft. 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 Exit. Dit uit. Nee, ik wou niet vissen. Nom. Oké, top. Mijn healing is nu wel weg. Ik weet dat er iemand is. Pistool. Oké. Ik heb die iets erbij. Ik heb iets erbij. Oké, dat is wel beter. Het zijn nog steeds alleen maar grijze wapens. Het zijn nog steeds alleen maar grijze wapens. Ik weet dat er iemand zit. Die mensen die hebben gegarandeerd beter loot dan ik. Dus dit is heel kut. Steen, oké. Oh, ik voel me hier zo ontzettend kut bij. Kan ik nou even niet gewoon even iets beters vinden? Ik zie zoveel mensen die hier gewoon echt super goede loot van krijgen. En dan krijg ik dit. Gewoon echt troep. Hoe moet ik hier mensen mee gaan killen? Moet ik eigenlijk even wat harvesten? Weer een pistool. Oeh, ammo. Dubbel pistool. I'm taking it. Hier was iemand net. Met een boot. Hij is er nog steeds. Let niet op mij. Ik ben aan het vissen. Ga ik nou gewoon nog even een jaar. Dat is het enige wat ik wil. Ook niet. Oké, een jaar. Een jaar, een jaar, een jaar. Een jaar, een jaar, een jaar, een jaar. Building. Oké, hoef ik ook niet. Geef mij gewoon een AR. Oké, shit, daar zit iemand. Ik moet hier weg, ik moet hier weg, ik moet hier echt weg. Aan de ene kant, ik kan hier eigenlijk ook niet weg. Helemaal kut. Moet ik de fight aangaan? I don't know. Ik twijfel. Ik ga dat even anders zetten, zo denk ik. Dat is beter. Geef me gewoon alsjeblieft een AR. Dat is het enige wat ik wil. Dan ben ik gewoon een blije jongen. Please. Oh. Fortnite. Waarom verpest je dit? Zo erg voor mij. Dit is echt zo kut. Ik vind alleen maar van die small visjes. Shit. Ja, eigenlijk kan ik hem dan heen gooien? Nee, zover kom ik niet. Kut, man. Echt heel kut dit. Eindelijk een AR. Oké. Nu voel ik me echt veel chiller. Oké, daar gaan we. Nu kan ik eindelijk een beetje... Oh, die AR duurt dus zo lang. Die AR duurde zo fucking lang. Hier is een fight geweest. Oké, ik mag die loot daar niet pakken. Ik mag alleen de ammo oppakken en de healing. Tenminste, als ik dat zou willen. Er zit gegarandeerd nog iemand te healen. Denk ik. Nee. Die zit er niet meer. Oké. Don't mind if I do. I take this and this. Thank you. Ja, want ik moet die persoon echt zelf killen, wil ik zijn loot hebben. Dat is een beetje de regel. Oké, die kist mag ik dus ook niet pakken. Oké, dit is echt heel kut. Dit is echt zo kut. Kom op. Niet iemand ergens die ik ooit zou kunnen lezen of zo. Of iets. Dit is echt zo kut. Dit is echt heel kut. Oh my
God, oké. Okay. Ik heb geen idee wat ik wil doen. Of ik wil campen en wachten tot ik iemand vind. Want ik heb geen idee waar iemand waar mensen zijn. Dat is echt heel kut. Want er zijn 17 mensen over, maar ik heb geen idee waar iedereen is. En kijk, we gaan het vechten in dit gebied. En hierbij kan iedereen zo uit de bosjes komen. Dat is echt heel kut. En ik vind ook gewoon letterlijk niemand, dus ja. I don't very get it. Oh, ik zag een rocketschot volgens mij, als ik het goed heb. Ja, daar wordt gebouwd. Dat is iemand. Dat zijn een paar schoten van mij raak. Haha. Dat is heel mooi, maar er is nog iemand. Holy shit, man. Ga weg met je rocket launcher, alsjeblieft. Ik heb blikjes. Ik heb blikjes. Ik heb geen healing bij me. Oh, kutzooi. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Please, no. Okay, yes, let's go. Let's go. Makker, 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 makker. Thank you for all of this. Okay, 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 let's go. Hier heb ik dat lange potje voor gespeeld. Let's go, let's go, let's go. Alles even rustig reloaden. Oké, hier lijkt. Dit is pas loot. Dit is loot die ik wil. Vishengel, die pak ik weer. Wat is mijn vishengel? Hier. Oeh, hij heeft me gehoord terug. Ja, hij hoorde me. Huh. Pop die 90's. Holy shit. Blijf niet zulke rockets poppen, jongen. Ik heb het ook, hoor. Kom dan. Oh, holy shit, hij zit hier. Hij zit hier, hij zit hier, hij zit hier. Schrik, schrik, schrik. Schrik, schrik. No! No, 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 no. No, no, no. Laat me bouwen. Jee, top. Ik ben ingebouwd. Ga weg! Hoe naar is dit? In mijn rug, in mijn rug, in mijn rug. Ja, deze dude, hij had me al. GG, makker. Je was goed bezig. Alleen die rocket launchers zijn echt heel erg kut. Ik zie jullie zo terug in de lobby. Tot zo. Oké, ondertussen weer terug in de lobby. Het was een leuke challenge, maar wel een beetje kut. Ik kon gewoon geen goede loot vinden. Uiteindelijk killden we nog wel iemand met de loot die ik had gevonden. Met een AR, shotgun en een pistol. Het lukte. Die persoon was niet super goed, dat geef ik wel toe. Maar het lukte. Ik zeg jullie bedankt voor het kijken. Abonneer die beneden voor meer. Druk sowieso ook even op die like knop. En rinkel de bel zeker ook even. En dan zeg ik jullie bedankt voor het kijken. En ja, nog maar één ding. En dat is later.